Ik sta hier met Rogier Veenstra, de trainer van voetbalvereniging Goes. Ik denk een tevreden trainer. Ja, tuurlijk. We hebben gewonnen en dat was het uitgangspunt vandaag. En dat ging niet makkelijk, maar ja, ik ben heel blij. Wat wist je van Zevolde? Nou, door jullie eigenlijk best wel veel, want ik heb alle samenvattingen gezien. En dat... Ik ga er gelijk afhalen nu. Dat was aardige kwaliteit. Ik moet zeggen dat er clubs in onze competitie zijn die dat hebben gedaan, voordat ze tegen ons moesten. Maar ja, ik wist hoe ze speelden en ik wist de kwaliteiten van jullie club. En nou, dat bleek ook vandaag wel. Hè. Ontzettend fysiek, gevaarlijke spits, heel opportunistisch, dus heel snel de lange bal. En ja, daar hebben wij gewoon moeite mee. En, ja. Wat was jullie strijdplan? Voetballen. Wij willen voetballen. Dat heb je ook bij onze aanvallers denk ik wel gezien. Goede technische spelers. Maar ja, die moeten ook duels kunnen spelen. En daar hadden we in de eerste helft van fase heel veel moeite mee. En ja, als je de kwaliteiten van Zevolde bekijkt met die lange bal, ja, dan wordt het de laatste 15 minuten nog heel erg spannend. Zonder dat ze misschien hele grote kansen krijgen. Maar ja, het is nog niet gespeeld. Nee, nog niet gespeeld. Even over de wedstrijd. Jullie hadden een geweldig begin. Ja, tuurlijk. Ik schrok wel een beetje van de speelwijze van Zevolde. Hoezo? Ja, overal 1-op-1. Dus met heel veel lef, overal druk geven. Terwijl wij in de competitie gewend zijn, omdat we redelijk veel snelheid voorin hebben, dat heel veel ploegen inzakken. Dus daar moesten we wel aan wennen. Dat hebben we heel lang niet meegemaakt. En ik vond dat we daar niet goed mee omgingen. Want dat moet eigenlijk onze kracht zijn, dat er ruimte komt bij jullie verdediging. Maar ja, we begonnen goed. De eerste keer dat we voorin kwamen, lag hij er gelijk in. En dan begin je gewoon lekker aan de wedstrijd. Dan missen jullie de ultieme kans om een 2-0 voorsprong te komen en dan misschien alles al in slot te gooien. Maar het liep even anders. Ja, ik moet zeggen dat we dat wel gewend zijn, hoor, want ik denk dat het de vijfde strafschop dit seizoen is die we missen. Oh, dus we moeten met één goal verschil winnen, het penalty's en dan zijn we door. Ja, die kans is aanwezig. Dus als jullie op penalty spelen, dan kan het goed uitpakken. Ja. Aan de andere kant is dat natuurlijk jammer. Het was de 41ste minuut volgens mij. Ja, als je dan die 2-0 maakt, dan hoe mentaal sterk je ook bent, dan krijg je wel een knakje in de rust. En dan komen ze ook nog langs zij vlak voor rust. Ja, wou ik zeggen, in tegendeel, ja, we kwamen langs zij 1-1. Hoe was het in de rust? Wat heb je gezegd? Ja, ik heb gezegd dat we voetballend veel meer moeten brengen. Dus we zijn heel erg geneigd vandaag om in de eerste helft gelijk de diepte te zoeken. Snel weer de bal verliezen. Ja, dan moet je gelijk weer duel spelen. Dus ik vind dat we dat de tweede helft wel wat beter hebben gedaan. Nee, in de slotfase moet je gewoon verdedigen. Dan verdedig je ook een voorsprong. Dat is ook niet erg. Alleen ja, mentaal waren wij wel even in het nadeel als je 1 minuut voor rust die tegentreffer krijgt. Dan gingen jullie prima mee om, want vlak na rust gelijk de 2-1. Ja, klopt. Een mooie aanval. Ja, ja, ik denk dat we dit seizoen zo al 20 keer hebben gescoord. Dus een buitenspeler die er voorbij gaat en hem hard laag voorgeeft. En de andere buitenspeler die hem van binnen intikt. Ja, het was een goede goal. En dan hoop je natuurlijk dat hij aan de andere kant niet meer valt. En dat is gebeurd. 2-1 eindstand. Is beslist? Nee. Ik zou tegen heel veel of over heel veel clubs kunnen zeggen dat het beslist is. Maar ik heb vanavond een ploeg gezien die, ja, volgens mij als ze hun benen breken lopen ze nog door. En, maar dat is ook mooi. Het is na competitie, het is voor jullie een heel mooi toetje. Dat is het voor ons ook. Ik denk dat we weer een geweldige wedstrijd krijgen. Want ondanks dat er maar één nu blij is, hebben denk ik de supporters wel echt een gevecht gezien. En dat is heel veel waard, denk ik.